De Bond Personeel Brandweer Suriname geeft de regering tot eind van deze week om de financiële afspraken die eerder zijn gemaakt na te komen. In gesprek met onze redactie zegt voorzitter Wendel Oosterwalde dat het personeel vooral bijzonder ontevreden is over de voorziening in uitrusting. Het werken met de huidige oude attributen is gevaarlijk, zegt Oosterwalde. De minister is in contact met het ministerie van Financiën. Mm-hmm. Maar we hebben nog geen betalingskwitantie of betalingsgarantie gezien. Dus we weten niet wat er allemaal speelt. En vanuit de leverancier, indien er geld gestort is op hun rekening, dan zullen ze ons ook melden. Maar dat zijn nog steeds ontevreden, maar we rukken wel uit. Maar voor grasbranden en vuilnisbranden, daar is er een beperking. Mm. Maar de standaard uitdrukprocedure wordt nog steeds gehanteerd. De bondsvoorzitter geeft aan dat de actieprotocollen ook worden gehanteerd bij gevallen van meerdere brandmeldingen zoals eerder deze maand. Dit met alle gevolgen van dien. 2 weken geleden had de brandweer te maken met een piek van brandhaarden.